In Nederland wordt normaal kampioen Ajax, Feyenoord of PSV. En om dat te doorbreken is ontzettend moeilijk. Don't let me hear you say lights taking you nowhere. Life's begun, nights are warm and the days are young. Come, this might be the last, that's all. Once I'm big and you see a little soul. Come, little baby. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come, little baby. I'll sleep with you, baby, for a thousand years. Look, there's only put you in these. Jonker, Nygaard liep goed weg. Ja, natuurlijk. Ja, dan is het raak ook. Tuurlijk. Dat is handig bekeken door Jos Jonker vooral. En Nygaard snapte het ook. Nak veel minder. Werd royaal geklopt op inzicht ineens, daar in de 19e minuut. Jonker gooit in, Nygaard loopt door, is royaal in zijn uppie en scoort 1-0 voor AZ. Nygaard. Peters. Weltsel, daar komt Tol. Zo gaat het hard, want dit is 2-0. 20e minuut, juist op het moment dat Jo Jansen, de trainer van NAC, vanaf zijn bank omhoog kwam om te zeggen, middenveld, pak dat eens wat aan wat daar bij AZ op het middenveld gebeurt. Toen genoot juist AZ van de ruimte, liep het door en Tol scoorde, 2-0. Dertiende minuut, tweede helft, NAC heeft wat pressie. Wordt ook bewezen door deze hoekschop en de kans voor Smits nu. Hovenkamp. Aanvallende avontuurtjes zijn er in de tweede helft niet meer bij geweest voor hem. Het is ook wat moeilijk, want het is gewoon erg druk aan die linkerkant waar Jos Jonker en Nygaard nu verschijnen. Bovendien is Metgod een keer naar voren gegaan en dat doet hij aardig. Het is trouwens ook een bewijs van de mogelijkheden van Jonker daar. En het is Weltsel die scoort. En het is gewoon een schitterende aanval. En daarbij werd bewezen van hoeveel waarde Jos Jonker ook is voor AZ. Hij gaat namelijk ontzettend knap aan die linkerkant door. En het was ook een hele coole voetbeweging van Koert Weltsel die de wedstrijd op 3-1 brengt. 3-1 voor AZ in de 32e minuut. 37e minuut van de tweede helft. Met God. AZ kabbelt verder op kwaliteit. En scoort. Ja, Sprangers. Sprangers is van NAC. En hij scoort in de 38e minuut van de tweede helft. Terwijl AZ-spelers Peters gaan feliciteren. Maar dat is wat overdreven. 4-1. Moest nog kort en goed. Met Arntzen Spij. Dan komt zijn schot. En Doesburg. Nygaard. De paal. Doesburg. Hoe is het mogelijk? Maar het kan. Kopbal van Nygaard van de vuisten van Doesburg. Om de paal in de handen van Doesburg. Nygaard dus. Peters de paas niet gaf. En het gaat terecht. Dan gaat die Peters. Oh, wat schitterend. En nu. Doesburg. Nygaard. Peters. Van der Meer, met God is vrij, hier. Meerbenk is dan terug. Dan komt Nygaard, ineens. Schitterend. Schitterend doelpunt. Van AZ67, combinatie Van der Meer, met God en Nygaard. Heel verdiend, 32e minuut, 1-0 voor Chris Nygaard van AZ. Valken. Meebank. Ja, dat is erg ongelukkig, want Peters neemt gaat. Gooit die bal weg nu. Peters. Hij doet het zelf. Peters. Schitterend.
wat Jan Peters doet, lukt er ook echt. En hier gaat hij alleen. Ik koos het gat uit waar Duisburg niet meer bij komt. 2-0 voor AZ 67. Jan Peters, dik verdiend. Het is de 30e minuut en voorzichtigheid is troef gebleken in deze wedstrijd tot dusver. Vandaar dat het zo wonderlijk was dat deze paas verkeerd ging. Nu komt er ineens gevaar van Hovenkamp. Daar komt Weltsel en zo is het raak. Weg voorzichtigheid, stomme paas, cadeautje waarop AZ heeft gewacht tot dusver. En de ploeg krijgt het cadeautje ook nog. 31e minuut. Hugo Hovenkamp weer. Grieven zegt ja. Ja, dan moet je dat niet doen, Grieven. Waalderbos liet er nu lopen. Een enorme fout van Grieven. En Weltsel was weer aanwezig. En zo binnen een minuut. Vandaar dat de bal op de stip komt in de 8e minuut van de tweede helft. Kijk, daar staat Grieven in de bal dichter. En dat hij dan een vast in de bal steekt. Wel, dat zegt niks. Strafschop. Tweede strafschop van Metcock. En 3-0 voor AZ. En die ploeg is ontzettend cool in het opnemen van de cadeautjes. Keukens met die hoekschop. Waalderbos scoort. Nee, jawel. De bal komt er nog wel uit, maar hij zit er wel in. Zo merkwaardig, die Waalderbos, Keukens. Weltsel. Nu vrijgemaakt door Ja en scoort. Ook Ploeger gepasseerd. 4-1 door Weltsel na het leuke werk van Christian Niegaard. Dat alles in de 44e minuut. Ook een doelpunt volledig op eigen kracht. Niegaard Weltsel weer 4-1. Spelbos was de man die zichzelf enige ruimte verschafte. Inschoot, Havelaar ging naar de hoek, maar kwam te laat daar. En het staat 1-0 al na amper 2 minuten spelen. Ronald Spelbos. En wacht tot je tegenstander komt, anders blijft het erg lastig. Met God. Spelbos. Van der Meer. Wijsters, ondanks Van Leeuwen in balbezit gebleven. En Van der Meer is doorgespeurd. Richard Van der Meer. Jonker is vrij. Jos Jonker. En het doelpunt. Het geduld van AZ 67 is beloond. Het heeft na die snelle goal ruim 10 minuten moeten zoeken de opening in de propvolle Haagse verdediging. Die werd gevonden via Richard Van der Meer. En Jonker, de voormalige Den Haag-speler, scoort via Havenaar met zijn rechtervoet 2-0. Inworp van AZ. Jonker, helemaal vrij. Zijn linkerbeen. Niegaard. Strak en laag. Weltsel en het doelpunt. De 6e goal van Koert Weltsel in dit seizoen. Betekent 3-0 voor AZ 67 FC Den Haag. Combinatie Jonker, Niegaard en Weltsel waagt het af. 3-0. En ook bij AZ is nu de interesse om de wedstrijd nog wat leuk op te laten gebeuren. Nog wat meer weggezakt. Dus maar gewoon kijken wat er van komt. Af en toe wat aardigs. Zoals nu bijvoorbeeld. Het lijkt een buitenspel. Daar wordt niet voor geplakt of gefloten. Weltsel scoort nu niet. Laat het Niegaard dan doen. Ja. 4-0. Appel voor buitenspel van FC Den Haag. Leek me terecht. Maar goed, er wordt niet voor geplakt of gefloten. Dan moet je wel doorgaan. Dat deed AZ. Weltsel scoorde niet. Niegaard daarna wel. 4-0.